bottles to the call-out boxes, please. Rudy, je pakt op het WK een 16e plaats. Je hebt toch niet een superseizoen, maar de opluchting is duidelijk van jouw gezicht af te lezen na de finish. Ja, dat klopt. Ik was een klein beetje zoekende en ik heb zeker de laatste maand echt super hard getraind. Echt goed, en ook voor mijn gevoel goed getraind. En, ik ben gewoon heel opgelucht dat er in de wedstrijd ook een keer uitkomt. En die bevestiging had ik wel even nodig. Ik wist dat het goed ging de laatste paar weken in de trainingen, maar ja, ik wil af en toe resultaten zien, zeker als topsporter. En ik heb al meer periodes gehad dat ik wel goed aan het trainen was. En als je dan die resultaten niet krijgt, dan begint dat toch mentaal een beetje te knauwen. Dus ja, zeker opluchting. Deze is voor jou natuurlijk ook een hele grote opsteken voor Rio. Ja, ik ben ook in de opbouw naar Rio, dus als het goed is moet ik daar nog een paar stappen meer bij kunnen zetten. Ik zit nog niet op mijn piek, dus ik had vandaag al het idee als ik net een groepje van tevoren voor me, die moest ik net laten gaan de laatste twee rondes, maar daar reed je voor plek 10 en er zitten er ook een paar bij die niet eens aan de spelen mogen, dus ik denk dat ik wel op schema zit, ja. Ja, je kunt zeggen dat je op schema zit. Rudy, gefeliciteerd met deze knappe prestatie en we gaan jou terugzien in Rio. Dankjewel.